Yo mensen, we noemen Gamen. Leuk jullie allemaal weer kijken naar deze nieuwe episode van Let's Play Was. De vorige episode hebben wij gezien dat het nogal moeilijk ging. We hadden namelijk geen eten, we kregen heel erg honger en we werden ook nog eens geraakt door die spike was die buiten stonden. Maar ik heb een beetje goed nieuws. We hebben nog wel heel erg honger zoals jullie kunnen zien, maar onze health is weer allemaal terug. Ik heb weer namelijk een tijdje geen Was gespeeld. Ik ben dus een tijdje de server uit geweest waar ik in het speel. En nu ben ik teruggekomen en heb ik al mijn leven weer. Dus we zouden kunnen proberen, is geen Nederlands. We zouden kunnen proberen om even naar buiten te gaan, eventueel even wat beesten te kunnen vermoorden, snel kunnen gaan braden en gaan eten. Maar als eerste wil ik jullie vragen om op dat blauwe duimpje omhoog te klikken. Dat motiveert mij heel erg om door te gaan met wat ik doe. En ik vind het een hele leuke Let's Play om te doen. En ik hoop dat jullie mij daarin steunen. Dus vergeet het blauwe duimpje niet. En dan ga ik lekker beginnen met Let's Play Wast. Waar we dus mee moeten beginnen, of waar we eigenlijk, ja, wat we nu moeten doen is eigenlijk heel simpel. We moeten gewoon eten hebben. Er valt niet veel over te zeggen. Ik zit wel aan te denken om spullen mee te nemen. Want als ik nou mijn huisje kwijtraak, dan ben ik het pineu. Maar stel voor, ik raak mijn huisje niet kwijt en ik ga dood onderweg, dan ben ik helemaal al mijn spullen al kwijt. Dus het lijkt me beter om ze gewoon te laten liggen. Dat lijkt mij het veiligst. Dus, what are we going to do? We are going to search for food. En dat kunnen we op een paar manieren doen. We kunnen gewoon letterlijk de hele tijd rechtdoor proberen te lopen. Maar we kunnen ook gewoon zigzaggen door de map heen. Alleen als we dat doen, dan zijn we sowieso ons huisje binnen no time kwijt. Dus dat lijkt... Ja, ik rook zag. Dat lijkt me geen goed idee. Dus we lopen rechtdoor in de hoop op eten. Want we gaan dat echt nodig hebben, jongens. Eten. Dat is echt heel belangrijk. Ik hoop dat het gaat lukken. Ik weet het niet zeker, maar laten we maar gewoon op het beste hopen. Ja, eten. Dat gaat echt nog een hele partij worden. We hebben ook geen wapens, weet je. Dus als je nou een boog hebt of zo, dan is het toch iets makkelijker om van die beesten te vermoorden. Maar ik ga alleen maar rechtdoor, jongens. Ik ga niet naar links, ik ga niet naar rechts. Nee, want als we dat doen, dan is het heel simpel. Dan zijn we binnen nood aan ons huisje kwijt. En dan zijn we toch al onze spullen al kwijt. Dat heeft dan helemaal geen nut meer om verder te gaan. Dus gewoon als maar rechtdoor blijven lopen. Ja, dit is dan wel een kut bijvoorbeeld. Want hoe ga ik hier langskomen? Nu ben ik dus al uitgeweken naar rechts. Weet je, dat is dan echt vreselijk altijd. Ik zit gewoon aan te denken om zelfmoord te plegen, eerlijk gezegd. Ik weet niet. Nee, dit gaat hem niet worden. Laten we hier maar niet naartoe gaan. Oké, dan gaan we toch naar ons huisje en dan gaan we gewoon de tegenovergestelde richting op. En misschien vinden we dan wel spullen. Nee, jongens, dat is heel simpel. We hebben eten nodig. Want ja, zonder eten gaan we het niet lang halen. Ik weet niet wat er gebeurt als je nog nul food hebt. Ik denk dat je dan gewoon rustig doodgaat. Tenminste, ja, dat denk ik wel. Ik hoop het niet, maar ik denk het wel. We moeten deze game proberen dus realistisch te maken. Dus ik denk dat het realistisch is als je dus geen eten meer hebt en je gaat dood. Tenminste, als je geen honger meer hebt, om het even zo te zeggen. Je hebt zo honger dat je gewoon moet eten en dan ga je gewoon dood. Ik bedoel, als we het zo realistisch hebben proberen te maken, dan zijn we gewoon screwed. Maar als ze denken van, ja, weet je, fuck the shit. Als je gewoon heel erg honger hebt, dan... Oeh, zie ik daar nou wat? Zie ik daar nou wat lopen? Of is dat hout daar? Dat zwarte stippeltje daar. Ik denk dat dat gewoon hout is, want anders had het al bewogen. Oh, what the fuck? Het huis bukt opeens helemaal naar links. Oké, geen probleem. We gaan nu deze kant op. Als we hier nou, stel voor, we zouden hier in een gebied zitten zonder eten. Dan zou dat ook gewoon betekenen dat we gewoon geen andere keuze hebben dan gewoon naar een ander proberen gebied toe te gaan. Daarvoor moeten we onze spullen meenemen. En dan gewoon naar een ander gebied reizen, weet je. Wacht even. Daar is een zwijn, of niet? En serieus, ik dacht dat ik daar een zwijn zag. Of is het een steen? Alsjeblieft dat het een zwijn is. Dan ben ik echt fucking blij. Ik heb het echt nodig. Game, alsjeblieft, gun me wat eten. Anders moet ik deze let's play niet af... What the fuck? Ah, dat is wel een kei, maar daar is wel een huis. Alles maar rechtdoor, hè. Dieren spannen toch gewoon overal, zou je zeggen. Waarom zien wij er dan hier helemaal geen één? Op sommige plekken heb ik echt fucking veel dieren gezien. En hier zie ik gewoon totaal geen dieren. Ik zie wel heel veel hout, ik zie heel veel steen. Is leuk. Is hartstikke leuk. Alleen, ja, hebben we niet nodig. We hebben eten nodig, want zonder eten gaan we het niet halen. Het is echt dat eten wat ons te voet houdt. Of wat ons op de been houdt, om het even zo te zeggen. Dus ja, we hebben geen andere keuze dan alles maar rechtdoor te gaan. En als we dan eten vinden, gewoon weer terug proberen te komen. Of doodgaan. Maar dan heb ik wel liever even mijn spullen bij me, als ik eerlijk ben. Of eigenlijk ook weer niet. Want als ik doodga, dan kan ik beter mijn spullen in mijn huis hebben liggen. Zodat ik daar ooit weer terug kan komen om mijn spullen terug te halen. Ik heb echt het idee dat ik overal dieren zie. Ik ben gewoon aan het hallucineren van de honger. Nee, dat staat natuurlijk nergens op. Alleen, ja, daar. Daar. Of niet? Of is dat weer hout? Is dat hout? Ja, dat is hout. Fuck. Oh man, we gaan ons huisje nooit weer terugvinden. Niet dat dat een probleem is, want kijk, als jullie kijken naar de hongerbar, dat staat nu op 20. En ik weet zeker dat als het op 0 is, dat we dan dood zijn. Dus, nou, weet je, laat ik het zo zeggen. Stel voor, we gaan dood, we zijn onze spullen kwijt. Maakt niet uit, gewoon weer lekker doorgaan. En je leert elke keer weer meer, hè. Elke keer als je dood wordt, heb je weer geleerd van... Oké, voordat we een huisje bouwen, eerst eten. Is gewoon het allerbelangrijkste, want zonder eten ga je dood. Tenminste, dat weet ik nog niet. Ik hoop het alsjeblieft niet. Laat me alsjeblieft leven. Ik zou het zo vreselijk vinden om dood te gaan. Oh, dit is het moment van de waarheid. 5. 4. 3. 2. Oh, er staat gewoon een seconde over. 1. Oh ja, kijk, dat dacht ik al wel. Ja, we gaan dood.
Ik ben niet in één klap dood. Dat is eigenlijk wat ik dacht. Dat je echt letterlijk in één klap zou dood zijn. Wacht eens even. Oh, het gaat wel naar beneden. Nee, we gaan dood, jongens. Het is duidelijk. We zijn ten dode opgeschreven. Is niet heel erg. Ik bedoel, dan hebben we weer een nieuwe kans om eten te zoeken. En ik weet ongeveer wel waar mijn huisje is. Dus ja. Met een beetje geluk vinden we die terug en hebben we eten bij ons. En dan kunnen we toch ons leven nog voortzetten. Maar zoals jullie kunnen zien, ga ik gewoon langzaamaan dood nu van de honger. Wat niet bepaald chill is. Maar ja, we hebben niet veel keuze, weet je. We gaan dood en dat is het enige wat ik hiervan kan zeggen. Want, oh wacht eens even, we zitten nu wel in een bos. En in bossen vind je vaak beesten, dus... Ja, nou ja, dit is echt een drama. Oh, waren we maar gelijk gespannen op een plek met dieren. Dat zou zoveel hebben geholpen. Dat zou echt zo enorm veel hebben geholpen, jongens. Ja, dat is een beest. Ja, dat is een wolf, weet je. Fuck die shit, ik ga toch wel dood. Oh nee, oh nee, dat is een beest. Nee, dat is een echt beest. Rustig hond. Oh, dat is een echt beest. Oh, wat jammer nou. Nou ja, weet je, maakt niet uit. Handle this death condition will... Oké. Laten we respawnen at the camp. Of zullen we gewoon respawn doen? Doe gewoon respawn. We zien wel waar we uitkomen. Oké. Ik weet niet of het beter is om mijn kamp te starten of niet. I don't freaking know. Alleen, ik ga gewoon eten zoeken. Dat is het eerste wat ik deze video ga doen. Ik wil eten. Zonder eten ga ik niet tegenaan. Ik wil eten en dan wil ik best gaan zoeken naar hout en zo. Dus als ik nu hout zie, interesseert me niet. Ik ga pas weg bij... Oh, wat fuck. Ik heb al best wel honger. Maar ik ga me pas richten op het maken van een huisje wanneer ik eten heb. Want als ik eten heb, weet je. En je hebt dan een huisje, dan hoef je je ook niet alsmaar te richten op eten. En dat heb ik dus verkeerd gedaan. De vorige keer in de let's play van Was. Niet dat dit is wel gewoon dezelfde let's play. Maar jullie begrijpen denk ik wat ik bedoel. Dus, oké. Job, come on. We gaan eten zoeken. Dat is het eerste wat we gaan doen deze video. Of eigenlijk, deze video is nu al een tijdje bezig. Maar dat is wat we nu gaan doen. Je zou zeggen dat in het bos het meest eten te vinden is, maar ik weet het niet. Ik ga gewoon rechtdoor en ik kom vanzelf wel eten tegen, denk ik. Alleen, ik wil eigenlijk wel voor de nacht, nou het is nu best wel heel erg dag, dus... Voor de nacht wil ik in ieder geval wel eten hebben en sowieso een klein onderdak hebben, zodat ik niet dood word gemaakt door zombies. Dat is al een hele heel probleem op zich, om het even zo te zeggen. Maar, over zombies gesproken, zodra je een bow hebt en je schiet op zombies... Is dat nou wat? Dat is een chest, of niet? Ik geloof het wel, of is dat hout? Het is wel iets en daar is ook iets. Maar als je alleen een bow hebt en je schiet zombies dood. Of je maakt zombies gewoon dood. Dan krijg je er echt hele goede loot uit. Omdat ik deze let's play zo eerder heb proberen te doen. Alleen toen was er heel erg veel puntje. Ik ga het niet zeggen als ik moet twerken. Ik weet het nog steeds. Is dat een beest? Nee, het is gewoon hout. Oké. Okay. Ik wil het eigenlijk wel meenemen met hout. Maar aan de ene kant wil ik het ook weer niet. Want ik ben ook wel weer bang dat we dan zo meteen honger krijgen. Nee. Ik sla het over. En voor de mensen denken, oh my god, Job, zonde weet je. Die paar seconden. Nope. Oké, wat is dat? Is dat een wolf? Kut, een wolf en een gazelle. En daar is een kamp. Rustig, dat is een radioactief gebied trouwens. Dat kun je horen. Oké. Ik hoop dat die gazelle wegkomt van die wolf. Of andersom. Ja. Het is moeilijk om een gazelle te killen. Die rent namelijk een sortering weg. Maar dit is wel een groot kamp trouwens. En het is wel radioactief, zoals jullie kunnen zien aan de lucht en zo. Ik dacht in het begin dat het aan de game lag. Oh, kut. Die hond is een fucking retarded. Als ik die nou probeer te killen, kan ik wel eten. Ja, nu heb ik wel eten. Nu heb ik wel eten, jongens. Ik ga wel dood, maar ik heb wel eten. Dat is wel chill. Ik bedoel, ja, we hebben ons leven zo wat opgeofferd voor een beetje eten. Maar we hebben eten. Alleen nu hopen dat... Oh, kut, die andere wolf is gekomen. Of niet? Ziet die andere wolf? Ik hoop het eerlijk niet. Als die andere wolf me ziet, dan komen we hier rustig weg zonder eten. Hebben we wel heel erg veel bloed verloren, maar dat is niet erg. Dat krijgen we wel weer terug. Als we maar eten hebben. We hebben heel veel klot. Alleen, ik wil eigenlijk eten hebben, hè. Dat is... Ik krijg nu echt enorm veel bol en allemaal shit, maar dat is precies niet wat ik wil. Oh my god, we krijgen alleen maar klot erbij. Kutzooi. We hebben 5 chicken breasts. Hé, dat is niet verkeerd. Dat is toch iets. En we worden geheeld, dus... In principe is dat geen domme zet van ons geweest. Nee, we moeten nu niet meer met wolven of andere beestjes te maken krijgen. Want als we dat nog één, als we nog één keer zoiets meemaken, gaan we echt dood. Dus, ja, nou dat even duidelijk is. Kun je doodgaan bij een radioactief gebied? Nee, toch? Ik hoop eerlijk gezegd niet. Het is namelijk radioactief en dat wil ik niet. Wacht. Misschien kan ik hier wat looten. Misschien kan ik hier wel wat looten, je weet het niet. Fuck yeah, wat is dit? Een blueprint. Wat kunnen we daarmee? You can now craft flashlight mod. Oké, lol. Oh, vet. We hebben gewoon een zaklamp. Fucking awesome. Dus hier... Oh, je moet dus eigenlijk wel gewoon van die dingen binnen gaan. Want
Vind je allemaal stuf? Fuck yeah. Kunnen we hier ook overnachten? Wat zit? Large wood stores? Kut! Ik ga dood! Nee! Het is radioactief! Fuck! Ik wist niet dat je daar gelijk dood aan ging. Laat me weggaan! Nee! Fuck! Nou, eindelijk heb ik shit! You killed yourself, you silly. Ja, ik wist dat niet. Nou, maakt niet uit, weet je. Dan hebben we ook weer geleerd dat we dus niet bij die kampen moeten blijven. Oké. We hebben weer een kans, Hey, we hebben kansen. Rustig. Oh nee, radioactief. Het is allemaal radioactief. Ik wist echt niet dat het zo was, hè. Ik dacht, jullie trollen mij een beetje in de comments van radioactief. Ik denk, ga weg, joh. Maar dat beeld begon helemaal te kutten. En ik denk opeens van, oh, er staat opeens zo'n soort van radioactief tekentje. En ik denk, oh, kut, ik ga dood. Wacht, wat is dit? Is dit mijn huisje? Ah, jammer. Deze niks. Iemand heeft hier zijn huisje gemaakt. Oké, hartstikke gezellig. Ah, ik wil deze episode wel afsluiten met iets, weet je. Wel met een klein beetje... hoe zeg je dat? Dat we zeg maar wel iets bereikt hebben deze video. Niet alleen maar dood zijn gegaan. Oké. Eten. Heel veel eten hebben we nodig. Ik ben nu ergens mijn kamp als het goed is. Dus het zou goed moeten komen. Weet je, als ik gewoon even een paar van die biggen vind. En die zwijnen, die rennen namelijk niet al te hard. Die kun je makkelijk killen. Dan ben ik hartstikke tevreden. Dan heb ik namelijk eten en hoef ik me niet druk te maken om doodgaan van de eten. Van de honger. Van de eten is geen Nederlands. Doodgaan van de eten. Oké, moet lukken jongens. Het moet lukken. Oké. Ja, dan loopt wat. Of niet? Loopt er wat of is dat niks? Zeg, alsjeblieft dat daar wat loopt. Of daar ligt wat. Ik weet niet wat het is. What the fuck? Wat? Is dat fucking Iron Man of zo? Holy shit, er ligt hier opeens een fucking dude. En als ik op hem sla, dan hoor je een soort van Iron effect. Alsof die van staal is. Wat, weet je? Dat verwacht je ook niet zomaar. Dat zie je ook niet elke dag. Oh. Oh. Ik hoor wat. Nou ja. Laten we hier maar even naar binnen gaan. Want je weet dat er in die dingen, in die bunkers en zo, kunnen allemaal chesten zitten met loot. En ik zou dat heel... Oh, nice. Een blueprint. Ja, flashlight. Ja, dat is leuk. Dat is allemaal leuk en aardig. Maar, oh, die heb ik al. Oh, dus dat hou je wel als je dood bent gegaan. Dat hou je dan wel weer. Dat is chill. Maar we willen eten. Maar jongens, ik sluit de episode hier af. De volgende video gaan wij dus verder hier. En dan gaan wij sowieso proberen eten te komen. Wat zeer waarschijnlijk wel gaat lukken. Vergeet natuurlijk niet even een blauw duimpje achter te laten. Als je dat nog niet gedaan hebt. Het motiveert mij heel erg om door te gaan met wat ik doe. Het zou echt super en super dood zijn als we de 1000 zouden halen. Dus jongens, vergeet het blauwe duimpje niet. En ik zeg ciao.